Jongens, welkom terug bij een nieuwe aflevering van het Salford City Carrera Mode. De eerste aflevering in de Championship. Ik hoop dat jij daar heel veel zin in hebt. Ik er wel. Abonneer alvast op het kanaal Timo en zet dat belletje aan. En wij gaan als eerste vandaag even kijken, want dat hebben we niet gedaan. Tegen wie spelen we wel eigenlijk in de Championship? We weten dat we die pre-season hebben, die zo moeilijk. Straatsburg, Utrecht en Celtic, dat is leuk. Goede tegenstanders al, want we zijn zelf ook al nu 3,5 ster. Maar de Championship, ja, hoe zit dit daar? Gaan we daar al spelen tegen echt goede Premier League ploegen die gedegradeerd zijn? Dat vraag ik me wel echt af. Even kijken, we spelen in ieder geval wel nog tegen Wycombe. Die zijn niet gedegradeerd, dat is interessant. MK Dons is ook gepromoveerd dus. En Leeds United is de enige ploeg. En Bournemouth. Nee, Bournemouth speelde het echt ook al in de Championship. Dus alleen Leeds United is gedegradeerd naar de Championship die eerder in de Premier League speelde. Dat is wel een beetje, ja, saai. Ja, op zich wel. Overigens momenteel ook het WK bezig. En wint Nederland tegen Brazilië. En gaan ze daarmee naar de laatste 8 toe. Doen ze best lekker. En gaan wij dus ook vandaag heel veel belangrijke nieuwe spelers aantrekken. Ik zag heel veel comments staan erover. Ik ga nog eventjes wachten met wie dan ook te kopen. Ik denk namelijk dat het wel belangrijk is dat we weten wat ons volledige budget is. En we hebben ook nog gewoon alle tijd. Dus laten we eerst maar eventjes die 3 wedstrijden tegen Straatsburg, Utrecht en Celtic doen. Dan zien we daarna wel hoe en wat we precies gaan halen en gaan verkopen. We kunnen dus nu over de hele wereld spelers kopen. En dat is oprecht heel fijn. Oké, spelers zijn niet helemaal goed in vorm natuurlijk, omdat het seizoen net begint. Buckley en Massengo bij de rating omhoog, zoals we eigenlijk al wisten. En wij spelen vandaag eerste wedstrijd, leuk, tegen FC Utrecht. Het logo is nog altijd 2020 editie, maar dit is ondertussen al 2022. Kijken we naar het elftal van Utrecht, herkennen we natuurlijk veel spelers. Ze spelen niet met Kerk, die zal vast al verkocht zijn. Voor de rest prima elftal. We gaan deze wel gewoon pre-season snel simuleren. Behalve dat het echt nodig is, doen we dat niet. Ik denk dat we wel een redelijk gelijkwaardig elftal hebben aan Utrecht. De eerste wedstrijd spelen wij dan ook 1-1. Nou, precies. Prima. Maai scoort aan de kant van FC Utrecht en Asante aan onze kant. Celtic wint met 4-1 tegen Straatsburg. Dus het is belangrijk voor ons dat wij winnen tegen Straatsburg. En ik geloof dat we nu... ja, weet ik eigenlijk niet tegen wie wij nu spelen. Maar het is wel belangrijk dat we winnen tegen Straatsburg. En spelen we gelijk tegen Celtic, dan is dat niet heel erg. Dus dat is wel een dingetje. Oké, prima. Het is wel fijn om te weten dat we dan ongeveer 3,5 ster zijn. Als we letterlijk kunnen gelijk spelen tegen een ploeg als Utrecht. Dan zijn we wel echt op de goede weg. Ik heb trouwens hier nog 2 spelers staan. Daar kunnen we op zich al wel achteraan gaan rennen. Maar dit is de regen van Iniesta. Ik verwacht hier niet heel veel van. Dit is de regen van Ronaldo, die wil ik heel graag hebben. En dit is de regen van Zlatan Ibrahimovic. Dus op zich, we kunnen deze 2 wel lenen. Maar ik kon nog even wachten op wat precies gezegd wordt over Ronaldo. En ik weet niet zeker of hem lenen al mogelijk is, omdat hij pas bij de club is aangekomen. De regen van Zlatan gaan we sowieso wel nog halen. Maar dat doe ik dus pas als de pre-season is afgelopen. En we kunnen ze dan ook lenen, hè, die spelers. De wedstrijd tegen tegen Celtic gaan we gewoon snel simuleren. Ja, pre-season boeit me gewoon wat minder. Het is gewoon altijd... ik wil graag geld hebben, maar ja, we moeten dan wel kunnen winnen. En we winnen tegen Celtic, waarom zeg ik Inter? 2-1, Asante scoort weer, Hunter scoort ook. En ja, dit betekent naar mijn gevoel, ligt er ook aan wat Utrecht maakt. Die verliezen met 2-0 tegen Straatsburg, dat we het volledig in eigen hand hebben nu. Dat we eerste staan in de groepfase als het goed is. En dat we met een gelijkspel al door zijn. Ja, 100%. Met een nederlaag zijn we niet door waarschijnlijk als Celtic wint tegen Utrecht. En dan ja, moeten we gewoon gelijk spelen of winnen nu. In principe moet het ook wel lukken. Oh mijn god, zeg ik weer Inter. Celtic won met 4-0, 4-1 tegen Straatsburg. Dus daar kunnen wij ook al winnen. Onze eerste transferaanbieding. Want ja, de transferperiode is natuurlijk Aruga. De 19 jaar oude, 64 gerateerde aanvallende middenvelder. 1,3 miljoen. Hij is pas 19. Dus wat dat betreft denk ik bij mezelf van... liever niet. Maar Buckley staat op die plek voor hem. En wat dat betreft denk ik van ja, op zich mag je wel weg. Ik wist eigenlijk niet eens dat hij een speler was die bij onze ploeg zat. Dus gaan we hem verkopen. We hebben een hele brede selectie. Dit is gewoon een miljoenetje gratis. Die kunnen we investeren in andere dingen. We gaan onderhandelen om er nog een paar ton extra uit te slepen. Maar we gaan hem wel doorverkopen. 1,6 miljoen. Dat is een hoge aanbieding. En daar gaan ze mee akkoord. Prima. Hatse flats. Hij is kwijt. En daar krijgen we dus dan nog lekker wat extra geld voor. Als we er nog eens doorgaan in de pre-season, dan kunnen we boven de 8, 9 miljoen uitkomen. Ik heb wel echt vaak gehad dat ik in de laatste speeldag van de carrière pre-season het nog altijd even wil spelen. En dat kan vandaag ook nog, want verliezen wij tegen Straatsburg en wint Celtic, liggen we eruit. Ik heb er een beetje matig gevoel over, maar we gaan gewoon die wedstrijd in een gelijkspel zal genoeg zijn. En we spelen, we verliezen met 2-1. Dat valt nog mee, als Utrecht wint kunnen zij nog gelijk komen met ons. Maar ik geloof niet dat ze heel snel over ons heen kunnen komen. Dus we moeten hopen dat Utrecht wint met een kleine score. Utrecht wint met 2-0. Ik weet niet wat dit betekent. Dit kan betekenen dat we eruit liggen, maar ik weet het niet zeker. Misschien zijn we doof. We gaan het zien. 3, 2, 1. Kom op FIFA. Laat het zien. Doe het dan. We zijn door. We zijn door. We zijn door. We zijn door. En dat scheelde echt oprecht helemaal niks, geloof ik. Want we zijn dus met 4 punten geëindigd. Terwijl Utrecht dat ook is geëindigd. Het scheelde letterlijk één doelpunt. Wij hebben 4-4 doelsaldo. Utrecht 3-3. Dus we hebben heel veel geluk gehad. Kunnen we wel zeggen. En dat betekent in ieder geval dat we op 8,5 miljoen transferbudget zitten. We krijgen 1,2 miljoen omdat we door zijn. En we spelen tegen Benevento in de halve finale van de pre-season cup. Benevento lijkt mij toch een mindere tegenstander dan Straatsburg en Utrecht en Celtic dat allemaal zijn. Celtic dat trouwens de laatste werd in de pool, wat wel raar is. Maar goed, laten we die wedstrijd maar gewoon lekker ingaan. Andrade gaat spelen, want Kelly is niet helemaal fit. En voor de rest houden we het elftal gewoon bij elkaar zoals het al was. Benevento uit. Ja, het is Benevento. Kom op, man. Ik wil met deze video vooral focussen op transfers. En daarom ga ik ook gewoon deze snel simuleren. Verliezen we is dat jammer. Kunnen we niet veel meer van maken. Maar we gaan gewoon wel voor de overwinning. En ik ga ervan uit dat we dat eigenlijk ook al kunnen doen. Maar goed, als we verliezen, oké, het zij zo, dan is dat maar. Dus Benevento's hebben Toornstra aan de basis, zou ik trouwens. Maar dit moet in principe wel gewoon kunnen, toch? Ja, we winnen met penalties. Kaminski, Massengo, Andrade, Kelly en Gobensin scoren allemaal een penalty. Buckley scoort nog altijd in de basis. Of in de reguliere wedstrijd. En zo staan we in de finale tegen Genoa of Straatsburg. Die hebben 1-1 gespeeld. Dus er worden ook penalties daar. Het is lekker dat we weer een miljoentje extra hebben gekregen. Waarschijnlijk nu. Maar ja, dan ben ik wel tevreden met hoe de pre-season is gelopen. Had ik niet verwacht. Had ik echt niet verwacht. We hebben wel met heel veel geluk de poolfase zijn we doorgekomen. En we hebben dus ook met heel veel geluk uiteindelijk gewonnen tegen Benevento. Finale opnieuw tegen Straatsburg. Daar hadden we al moeite mee vorige keer. Aruga is verkocht en wij krijgen nog 1,6 miljoen voor de beker. Dan zitten we boven de 10 miljoen euro. We zitten al op 11,2 miljoen. Dat is echt al een enorm goed bedrag om ons team mee te versterken. Ja, weet je, de wedstrijd tegen Straatsburg boeit mij eigenlijk helemaal niks. Dus laten die ook maar gewoon snel simuleren. Als ze winnen zou dat lekker zijn, zou dat leuk zijn. Maar ik weet niet, we hebben de vorige keer verloren, dus daar gaan we dan maar gewoon niet van uit. Het zou wel weer een extra miljoenetje opleveren, we verliezen. Oké, finale pre-season is mooi meegenomen. Nu gaan we meteen beginnen met onze transfer saga. 11,2 miljoen euro hebben we dus om ons team mee te versterken. En dat vind ik genoeg geld. Dat vind ik oprecht genoeg geld. We beginnen in ieder geval wel met een van die spelers die hier onderin staat. Het liefste heb ik eigenlijk Ricardo, Jorge, Alves, Correa. Die een transferwaarde van 27,5 miljoen euro nu al heeft. Dus dan denk ik eigenlijk dat ik hem niet eens kan lenen nu al. Nee, dat kan inderdaad niet. Want hij is gewoon nu al te goed. Deze kaart kan waarschijnlijk wel. Ik denk dat ik hem kan lenen. Zowel kan ik hem ook kopen. Maar dat is wel echt niet normaal dat hij al 27,5 miljoen is. Maar komt mij niet uit. Alexander Prika, die gaan we proberen te lenen. Dat kan ook, die gaan we lenen met een optie tot koop. En dat is dus de regen van Christian of van Zlatan Ibrahimovic. Dat is een leuke speler. Lenen met een optie tot koop is dan ook de bedoeling, jongens. Zodat jullie dat even snappen. Dat zou voor ons kosten opschuiven. En dat is gewoon voor ons heel slim om te doen. Want dat betekent dat we nu nog heel veel kunnen kopen. 3,1 miljoen is ook echt een koopje voor deze speler. Dus... want hij heeft een waarde van 3,1 miljoen. Toch klopt dat? Ik geloof het wel. Dus dan, dan doen we hier goede zaken. Dan doen we hier absoluut goede zaken. We moeten alleen nog even wachten op een reactie van hem. En dan weten we of we hem kunnen halen. In principe denk ik dan dat de aanval wel een beetje af is. Op de plek van Ajax komt sowieso niemand. En Thomas Asante en de regen van Zlatan en Ibrahimovic zullen dan samen gaan strijden om die plek daarnaast. Waarschijnlijk zullen die ook veel gaan groeien dit jaar. Dus dan gaat vooral het centrum van de verdediging aangepakt moeten worden. En de linker en rechter middenvelder. En vooral rechtsmid moet aangepast worden. Al is Andrade een legend omdat hij die vrije trap heeft gescoord. Dan moet een nieuwe speler daar komen. Ik denk dat toch wel de leukste optie deze Jude Bellingham blijft. Ik ben een beetje gaan kijken voor rechter middenvelders die voor de rest eigenlijk al een beetje in het rijtje en lijstje passen wat ik momenteel wil. En dan kwam ik uit op spelers als bijvoorbeeld deze Cherky. Die is ook interessant. En 5-star ook nog eens. En dat is wel ziek. En Nodi Madueke. die ook rechtsmid of spits speelt. Ik ben ze allemaal even aan het scouten. Dus dat moeten we even afwachten wat daar precies van resultaten uitkomen. Anders zou zo'n Christos Solis ook nog een optie zijn. Maar dan denk je meer aan een right winger. Maar ook dat kan gewoon. De laatste speler die ik aan het lijstje toevoeg is Jeremy Doku. Oh, hij speelt momenteel bij AZ. Ik weet niet of hij onlangs aangetrokken is. Nee, oké, dus die kan ik ook kopen, ja. Daarnaast lijkt het me tenslotte ook leuk om nog een beetje een soort van sloopkogel achterin te hebben. Een speler die al een hoog niveau heeft en al een beetje een naam heeft in het buitenland. Ik was er al aan het denken aan Michael Keane. Daarnaast zou ik Joel Veldman, ja, lijkt me op zich wel grappig. Gewoon Ajax, oude Ajax-speler, Nederlandstalig. En Wesley Hood. Dat zijn dus drie wel al echt bekende spelers die ook al ervaring hebben. Zodat niet alleen maar jonkies kopen. Want ongeveer de helft van het elftal momenteel, buiten Andrade, Hunter, Turnbull. Ja, is best jong. Is onder de 24 geloof ik. Dus het is wel realistisch dat we ook een aantal iets oudere spelers erbij gaan kopen. En vandaar dus dat ik dat ga doen. Een transferaanbieding van Massengo. 44 miljoen euro. We kunnen veel meer nog ervoor krijgen. Maar Massengo, ja, dat is wel samen met Buckley denk ik wel toch wel twee spelers die ik eigenlijk echt niet kwijt wil. Ook al krijg ik er 60 miljoen voor, kan ik mijn elftal heel veel verbeteren. Maar veel spelers willen nog altijd niet naar Salford City toekomen die zo goed zijn als dat Massengo dat momenteel is. Jason Lowe is een origine Salford City speler, vandaar dat ik ook hem wil houden. Je vraagt je misschien af, Timo, waarom ga je nu nog geen transfers doen dan? Ik heb al die spelers gescout en ik wil dus nog eventjes wachten. Misschien kan ik namelijk nog wel iets daarmee doen. Als, ja, weet je, als ik weet hoeveel de spelers waard zijn, dan ga ik tenminste niet te veel betalen of te weinig betalen. We hebben hier daarnaast ook een Sam Fielding die een koopoptie heeft. Ja, weet je, bijt je gewoon lekker af. Kom dan maar gewoon met een normale aanbieding, anders moet ik nog een jaar lang wachten ook. Ik hoop trouwens dat we Zlatan kunnen halen. Ik heb nog altijd geen reactie daarop, maar ik verwacht wel eigenlijk dat dat goed komt. Daar komt hij. Zlatan is... Hij is ingeleend. Jawel, hij is ingeleend. Alexander Prika heet hij geloof ik. Ik geloof dat ik het goed zeg. Maakt het totaal niet uit. Hier staat hij op de bank. Prika. Jawel. Hij heeft nu al best wel prima statistieken. Hij heeft 5-star skills, 4-star weakfoot. Gaat dus binnen korte tijd hopelijk ook daadwerkelijk in de basis spelen. Voor nu komt hij op de bank te staan op de plek van Croissant. Jawel, want Prika is een groot talent. Die gaat de hoge potentie bereiken. En die komt er wel. Dan is het nu nog eventjes een paar weken wachten totdat we meer weten over de spelers die we momenteel hebben. Zodat we in ieder geval weten wie we kunnen gaan kopen. Ai, ai, ai. Een transferaanbieding voor Jordan Turnbull van Besiktas. Als ik heel eerlijk ben, ga ik hier wel mee in onderhandeling. Want ik wil dus op die plek van Turnbull in principe een Michael Keane, Joel Veldman, Wesley Hood type neerzetten. Die we dus al in de transferlijst hebben staan. Nathan Wood staat naast Turnbull, die heeft een lagere rating. Maar toch zou ik liever Nathan Wood willen houden. Omdat hij gewoon hogere potentie heeft. Verdedigers dan van Besiktas die ik eventueel zou willen. Hebben die verdedigers? Nee, die hebben echt totaal geen goede verdedigers. Oké, daar gaan we dus niet naar kijken. Daar gaan we gewoon Turnbull verkopen aan hun. Voor hopelijk rond de 2,5 miljoen. Dat zou lekker zijn. En ja, dan hebben we in ieder geval extra geld voor onze verdediger. We gaan het vragen. Dat is veel geld. Ze lopen niet boos weg. Ze gaan 2,5 miljoen betalen voor Turnbull. En daar ben ik tevreden mee. Voor deze 27 jaar oude centrale back. Weer een originele Salford City speler die weggaat. Maar ja, wat doe je eraan? Het is logisch. Ronaldo is trouwens al 77 rated. Dat is echt fucking ziek. Over de rest van de spelers die ik in scouten ben, weet ik nog altijd niet genoeg helaas. Het duurt nog een week of twee en dan weet ik daar genoeg over. Ik denk dat we in de volgende aflevering pas echt die stappen gaan maken. Maar de competitie begint ook al bijna. Tegen Middlesbrough gaan wij voetballen in de eerste wedstrijd. Dus laten we maar hopen dat we voor die wedstrijd in ieder geval nog één speler kunnen kopen. En het liefst die verdediger. Want we hebben nu wel een gat in de verdediging. Cavarchol is ondertussen al 12,5 miljoen waard ondertussen trouwens. Dat is echt ziek. Ja, de wedstrijd tegen Middlesbrough staat nu al op het programma. Dus we kunnen ook gewoon nu het gokje wagen en proberen op een van die drie verdedigers te bieden. Ik weet namelijk gewoon nog altijd niet hoeveel ze waard zijn. En dat is dus het lastige. Oh, 12 miljoen is goed. Veldman is 8,5 en Keane is 14,5. Dan, ja, ondanks dat Veldman waarschijnlijk de minste is, is dat wel de meest makkelijke om te halen. We gaan het gewoon proberen. Veldman heeft een rating van bijna 8 of 79. Dus dat is wel echt een goede speler. En het is leuker dat we ook een vedette in het elftal hebben. En ik weet dat hier veel kritiek op gaat komen. Ajax-haters, Veldman-haters, die wel Ajax-fans zijn. Ook die zijn er heel veel. Het is een grappige transfer, laten we dat wel zeggen. Dat we ook dit soort spelers bij het elftal kunnen krijgen. Ik ga proberen om nog een speler te ruilen. Ik denk dat dat best iets slims is om te doen. Deze Tyler Golden bijvoorbeeld met dan nog 7,5 miljoen. Laten we dat eens gewoon proberen. Dan zouden we nog 5,5 miljoen over hebben en dan halen we een zeer ervaren centerback voor de komende 2 tot 3 jaar binnen. Want ervaring hebben we niet in ons elftal. We gaan dit gewoon proberen. Ik hoop niet dat ze boos weglopen. Ze willen 7,5 miljoen met 5% doorverkoopclausule. Dan denk ik dat we op zich een leuke deal hier hebben. Dat denk ik wel. Ik denk dat we hiermee eigenlijk normaal gesproken wel altijd akkoord zouden gaan. Dus dan gaan we dit gewoon... ja, dan gaan we dit gewoon accepteren. Dan gaan we Joel Veldman halen. Dat had ik echt niet gehaald. Dat is op zich wel echt een grappige transfer. Ik weet alleen niet wat voor salaris hij heeft. Dat ga ik gewoon opzoeken. Oké, rond de 50.000 euro had hij. Hij heeft een rating ongeveer rond de 77. Dus dat is echt goed. Dat is gewoon letterlijk een van de beste van ons elftal. We geven hem maximaal een 3-jarig contract. En ik denk dat hij daarna wel weer langzaam maar zeker weg zou mogen. En hij wil dus 33.000 euro salaris hebben. Laten we proberen die tekenbonus sowieso nog wel omlaag te halen naar 2 ton. En dan laten we ook proberen die bonus die hier heeft staan aan te passen naar 4,5 ton. Of zelfs 3,5 ton. Dat scheelt gewoon ook weer echt pittig wat geld. En dan zouden we in ieder geval meer geld overhouden. Hij gaat akkoord, mooi. Dat hebben we in ieder geval dat geregeld. En dan hebben we Joel Veldman binnen. Welke rating heeft hij? Daar ben ik heel benieuwd naar. 77. Dit vind ik echt een hele leuke transfer. Dat we zo'n speler gewoon ook kunnen halen naar Salford City. Dit is mooi. Hebben we in ieder geval naast Wood nu een sterke centerback staan. Joel Veldman. Oké, goede, leuke transfer. We hebben dus 2 gedaan. Prika en Veldman. Volgende aflevering wil ik waarschijnlijk ook een buitenspeler kopen. Daar gaan we veel naar kijken. En daarnaast nog misschien een nieuwe verdediger op de plek van, ja, op de bank waarschijnlijk voor Jojo Kowalski of een rechtsback. Maar dat komt de volgende aflevering. Hopelijk vond jij dit een leuke video. Heb je belangrijk, heb je hem ook gedaan. Abonneer op het kanaal Timo. Doe dat vooral. Doe dat belletje aan. En dan zie ik je hopelijk de volgende keer weer terug. Jongens, de ballen. Laat ze niet vallen. Tot de volgende keer. Jojo.